Ze drinkt ook wel vrij veel. Ik deed daarvan ook toen ik klein was. Nou, nog wel. Maar het is, het leven is als toch gekomen. Mensen zijn super vriendelijk. Iedereen. Niemand uitgevonden. Ja, Devin heeft een heus kameradski, hoor, maar Devin vindt dat ook geweldig. Benji is baan. Benji blijft bij baan staan. Ja, die doet wat Devin doet. Ja, die hobbelt ze waar achterin. Ja. Kijk hoor. Hop. Ja, nee, Devin loopt dan al. Kijk, Benji rent oh, weg. Oh, hij vliegt over de krop. Ja, hij gaat zelf ook liggen, ja. Kijk. Maar Devin doet het niet. Wat je daarmee maakt. Ik had 50 euro nodig. Dus je moet 3000 euro op de bank hebben. Uh-huh. Twee papieren. Dan, dat je daar kan wonen. En je moet ook een adreskaart hebben. En die zou dan nagestuurd worden. Dat duurt 3 weken. Dat duurt in dit geval 6 of 8 weken. Uh-huh. Dan kijken ze niet. En daarna hebben ze 3 keer aangeboden. We wonen, in Nederland. Dus dat je teruggestuurd. Dus ik dacht dat adres misschien goed was. Dat dan ook. Dus ik kreeg die papieren. Ik ging naar de burgemeester. Ik zeg Gilbert. Wat is hiermee? Oh, dat en dat. Hij zegt maar een regelpap voor je. Ga maar zitten. Hij is anderhalf uur aan bellen geweest met het ministerie. Papa. In het Hongaars en aan het praten. 3, 4 mensen gebeld. Dat is niet happen steeds. Ik heb je fax gestuurd en binnen een week had ik met zijn huis. Ja, je bent op de een of andere manier dan wel toch eens hulp nodig daar. Ja, nee, helemaal niet eigenlijk. Alleen deze hulp komt wel uit onverwacht hulp. Sjokkie! Ik zou het ministerie moeten gaan testen. Dat is niet zo erg. Ja, maar goed, daar moet je dan allemaal uitleggen van wat er nou eigenlijk. Ja, maar dan is het toch zo warm op de grond. Ja. Want ik heb er niemand. Nou, dan heb ik straks geen kind wel in de auto.